Wat vond je van de VVD die toch voor de tweede keer in korte tijd kiezers zijn kwijtgeraakt? En Jezilgus die helemaal niet wilde reageren, die liep helemaal weg. Ja, nou ja, goed, dit lijkt. Ik moet zeggen, ik sprak iemand, ik vroeg, we gingen er iets over zeggen. En ik vroeg, heb je gestemd, had VVD gestemd? Dat je toch denkt, hoe is het mogelijk dat je op die ruïne stemt? Ja. Dus ja, ze hebben denk ik volkomen terecht verloren. Ja, als er nou iemand een puinhoop van alles heeft gemaakt, dan is het de VVD wel. Maar zijn ze afgestraft voor alle fouten die ze gemaakt hebben? Ze zullen al een hele tijd afgestraft zullen worden. Kijk, zoveel moet ook de mensen buiten de politieke bubbel zich toch wel realiseren dat de VVD echt, nou ja, en de ballon wel vrij ingrijpend heeft leeg laten lopen. Maar is het teleurstellend dat Jezilgus niet even voor de camera verschijnt en zegt van, nou, we hebben verloren. Zij dook voor hem weg. Ja, maar goed, zeggen Jezilgus, die koerst lekker door. Ik begreep dat ze ook gewoon weer met die nareizigers op de plot kwam. Maar goed, Jezilgus wil niet twee keer op rij als verliezer te boek staan. Want ik denk, dat is niet goed voor mijn leiderschap. Nou, kijk, dat haar leiderschap lijkt mij al zo zwaar beschadigd. Dat is toch een, je ziet van die auto's die bij een botsing al flinke plaatsschade hebben, maar nog kunnen rijden. Maar je ziet bij een botsing ook auto's die zoveel schade hebben dat ze ook niet meer op gang te krijgen zijn. En ik denk eigenlijk dat dat bij haar wel het geval is. Nog een ander opvallend ding. Ze zal wel in dat kabinet, ze komt natuurlijk in de kamer te zitten. Ja. Ze heeft zichzelf ook een ellendige rol bezorgd, omdat ze natuurlijk steeds op moet passen dat ze niet door Wilders wordt afgebluft. Maar ze kan wel het VVD-geluid nu laten horen vanuit de kamer. Ja, nou goed, dat is niet erg succesvol in geweest al met al. Nee, maar heeft ze nu wel de tijd voor om een nieuwe toon te vinden, een nieuw verhaal. Nou, ik ben benieuwd. NSC nog eventjes eruit halen. Opvallend daar is dat heel veel mensen die dus bij de Tweede Kamerverkiezingen nog op NSC stemden, volgens mij is het nu nog maar 13% van de mensen die toen hebben gestemd, die nu op NSC hebben gestemd. Vind je dat niet begrijpelijk? Als ik zo iemand was geweest, zo'n op zichzelf fatsoenlijke zwevende kiezer, die wel overtuigd was door dat hele idee van een nieuwe bestuurscultuur en zo. Bestaanszekerheid. Ja, bestaanszekerheid enzovoort. Dat je denkt van, ik vind ook Omtzigt lijkt ook een fatsoenlijk hardwerkend type, een echte dossiertijger, zoals dat heet. Ja, ik kan me best voorstellen dat je daarop stemt. En dat je dan op een goede ochtend wakker wordt en dan lees je in de krant dat het zonnetje is gaan schijnen, maar dat het wel een PVV-zonnetje blijkt te zijn. Ja, dan ben je natuurlijk. Ik moet zeggen, ook Rosanne Hertzberger werd genoemd als aanstaande minister in dit kabinet. Dat je denkt, nou, zou ik zeggen, Rosanne, lees al die columns nog eens van je de afgelopen jaren. Ja, ze heeft zelf gezegd, het is nu een andere rol die ik heb. Hè? Dus dat onderscheid is, moeten we natuurlijk wel een beetje maken. Maar ik snap je punt. Maar er zijn natuurlijk, kijk, Pieter zegt zelf, wij wilden wat doen aan de bestaanszekerheid. Die kans krijgen we nu door mee te doen. Ja, maar die bestaanszekerheid die verbetert op geen enkele manier, is hij keurig uitgerekend. Ja, de onderkant ging er wel iets op vooruit. Wat was het, 0,1% of 1%? Dat zijn ook van die verhalen die je altijd bij de algemene beschouwing hoort. Ja, nee, het komt, we hebben het allemaal door laten rekenen. En ik kan er dit van zeggen, de ongetrouwde mannelijke vrijgezellen, want die zijn ongetrouwd, die gaan er nu 0,2% op vooruit. Ja, amoula. Ja, maar goed, dit is niet. Heb jij ooit gedacht, zo, ga er 2% op vooruit. Dat is geen kattenpis, hè? Ja. Ja, goed, je gooit gewoon je tarief omhoog. Dat is veel verstand. Maar kijk, hij heeft een extra parlementair kabinet gekregen. Anders had hij dat nooit voor elkaar gekregen met andere partijen. Wacht even, hij zei, ik hoef helemaal niet de grootste te worden. Het gaat erom dat ik langzaam een positie opbouw en ga uitleggen ook aan anderen, niet waar, hoe belangrijk het is om de bestuurscultuur te veranderen. En dan loop je dus in die eendekooi, niet waar Geert Wilders het deurtje dicht kan. Ja, maar dat was de politieke realiteit waar hij mee te dealen had. Ja, zeker. Nee, dat hij hoefde niks. Maar hij hoefde niks. Nee, maar dan kun je zeggen van ik doe niks en dan gebeurt er ook niks. Nou, dat zou kunnen. Nou, dan ben ik het niet met je eens. Dat is natuurlijk dat weer een heel ander frame. Dat was het frame van rechts in de afgelopen maanden, half jaar. Dat was geen alternatief. Dit was de enige oplossing. Hè? Op Twitter las ik ook altijd volgens de mouw nou eens op met dat gelul. Het volk heeft gekozen.
Het is klaar. Kom op, wees nou een beetje sportief. Het zonnetje schijnt weer. Ja, dat is niet zo, maar goed. Het was ingewikkeld geweest, maar het was niet nodig geweest. En ja, ik blijf bij mijn theorie. Heb je die populisten eenmaal binnengehaald? Dan zijn op het punt van theater en retoriek zijn ze niet te kloppen. Dit zijn echt meesterlijke acteurs. Ja, denk aan zo'n Orbán. Dus jij denkt, we zijn de komende jaren niet van de PVV af? Ja, dat denk ik, ja. Wilders heeft nu de macht gegrepen. Er zijn allerlei optimisten die denken dat het kabinet meteen gaat vallen. Dat wil ik nog eens zien. Ik heb niet eerlijk gezegd, waarom zou het? Dan alle hinderpalen waardoor je denkt. Niet nog eens een keer verkiezingen. Ook omdat het, denk ik, bij de burgers grote irritatie zou veroorzaken. Weer verkiezingen. Weer een jaar demissionair. We kunnen wel aan de gang blijven op deze manier. Ja. Vergeet niet dat natuurlijk de VVD de boel al ernstig verziekt had met al die eindeloze demissionaire periodes. Ja. Eventjes iets verder uitzoomen in Europa, hè? Want de verwachting is nu dat Duitsland rechts gaat stemmen, Italië gaat rechts stemmen, Frankrijk gaat rechts stemmen. Nog even afwachten, want de AfD natuurlijk vanwege de schandalen wel weer wat teruggevallen is. Ik weet niet precies hoe het zit. Kijk, ik begreep toch ook bij voorspellingen over de versterking van de rechterkant en misschien zelfs de radicale rechterkant, dat dat nog helemaal niet betekent dat die een soort meerderheid hebben. Hoogstens zou er een overweging kunnen zijn om meer met ze te samen te werken. Maar van een meerderheid is voorlopig geen sprake. Daar zorgt de EVP wel voor en het links zal verliezen, maar dat betekent niet dat ze weggevaagd worden in Europa. En hier loop je natuurlijk tegen het feit aan dat we niet te veel wat in Nederland gebeurd is ook op Europa moeten projecteren. Terwijl dat wel de verwachting is. En Meloni doet het geweldig goed, dat is een feit. Ja, in Italië, ja. Ja, maar omdat Meloni natuurlijk wel vrij ingrijpend eieren voor de geld heeft gekozen. Omdat ze net als Wilders natuurlijk een groot deel van haar programmatische bagage overboord heeft gezet. Door de Europese Unie enorm te omarmen. Ja. En voortdurend bij Ursula op schoot te gaan zitten. Ja, von der Leyen zei zelfs, we kunnen misschien wel met haar gaan samenwerken. Precies, precies. Was natuurlijk ook een beetje verkiezingsretoriek. Ja, waarbij je natuurlijk nog een andere ontwikkeling ziet, waarbij die populisten als het ware in de bestaande orde ingroeien. En daar is, word je geconfronteerd met een enorm keuzeprobleem. Moeten we ze laten ingroeien met het gevaar dat je door ze overrompeld wordt vanwege het theater. Hè? Ik bedoel, als je twee theatershows hebt en in het ene theater draait het zonnetje schijnt weer met lampjes en zo. Gratis in de botsotertjes, alles op bestrouwend rand. In het andere theater draait de bekende film de energietransitie verklaard voor leken. Dan weet je toch wel niet waar dat iedereen in de botsotertjes wil. Ja. Dus dat is wel een dilemma. En dan gaan ze dus Europa van binnenuit uithollen. Ik ben nog niet helemaal duidelijk hoe dat dan precies ging. Een soort van appelboer waar die de kern eruit draait of zo. Dat was me niet onduidelijk. Maar ook dat is een feit. Eigenlijk is het, wat dit betreft, is natuurlijk de ontwikkeling van de afgelopen paar jaar een enorme nederlaag voor de populisten. Die nou juist van de Unie niks moesten hebben. Het stuk voor stuk, allemaal. En nou ja, kijk nu. Ze hebben het dus, hoe heet dat ook alweer? Tegen hun eigen zin hebben ze het toch moeten aanvaarden. Maar ze zeggen nu, we gaan Europa veranderen van binnenuit. Ja, uithollen. Van binnenuit uithollen hebben ze ook geroepen. Ja, maar dat werd niet uitgelegd hoe ze dat precies gingen doen. Dat weten ze waarschijnlijk niet. Daar hebben ze geen idee bij. Precies, daar loop je aan tegen wat we daarnet al gesignaleerd hebben. Dat de retoriek is altijd geweldig. We verliezen onze identiteit. De bekende lulpraat, niet waar. En het theater, ze hebben altijd toen. Hoi. Ze hebben altijd. Ja, de buren trekken voorbij. Ze hebben altijd wel wat interessants te melden, natuurlijk. Maar beleid, maar. Ik geloof niet dat een populistische regering ooit een klemmend probleem heeft opgelost door middel van geniaal beleid. Ik ben heel benieuwd, misschien een van onze luisteraars ons kan tippen over een populistische partij die daadwerkelijk op korte termijn een zaak op verstandige manier heeft opgelost.
gaat deze regering de wooncrisis oplossen, die in allerlei opzichten, wat mij betreft, een stuk ernstiger is dan de asielzoekerscrisis? Nee, dat weet je van tevoren. Ja. Ze gingen allemaal nieuwe wijken bouwen op plekken waar geen werk is, ja, begreep ik. Dat vond ik wel opmerkelijk. Ja, in Nederland bedoel je, ja, hè? Ja, want Limburg noemde De Jonge, ergens in Brabant, dat soort gebieden. Bij Assen. Ja. Bij Assen zou je nog aan Groningen kunnen denken, maar het leek me allemaal eigenlijk vanuit het perspectief van de economische en de ruimtelijke dynamiek van Nederland, leek het me allemaal volstrekt gelul. Nee, dan zou je meteen eigenlijk moeten zeggen, dan moet je ook in de infrastructuur investeren. Meer retoriek dan tel eens waar, Hugo De Jonge. Ja. Hè? Nou ja, die zal wel commissaris van de koningin en van de koning in Drenthe worden, denk ik. Nou, burgemeester in Rotterdam, daar wordt hij genoemd. Oh, als ik bijvoorbeeld van Aan Betaal heb. Ja, hij komt natuurlijk uit Rotterdam. Volgens mij was hij een goede wethouder, dus ja, waarom niet? Het is de vraag of het CDA gegund wordt daar in Rotterdam. Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje lullig om aan zo'n dwergpartijtje dan toch zo'n topzetel in Rotterdam aan te bieden. Maar ik hoorde al dat hij zich echt al als een burgemeester gedraagt. Dus dat hij ook op sommige momenten hele statige toespraken houdt. Dat hij ook een ketting gekocht heeft. Vast. Nou, dat nog net niet. Dat hij oefent samen. Ja, misschien thuis wel. Dat zou kunnen, ja. Maar het is natuurlijk wel zo, als rechts straks een groter deel, zeg maar, van het parlement bezet, dan kunnen ze natuurlijk wel lastiger gaan doen. Meer Orbán-achtige praktijken, ja, misschien. Ja, natuurlijk. Precies. Orbán laat steeds zien, niet waar, dat hoe heet dat ook alweer, dat hinder, spoiling, hoe heet dat nou, verpesten, de sfeer verpesten. Ja. Altijd iets onverwachts doen, de zaken stilzetten, irriteren, dat al enorm effectief is. Ja, wat stelt Hongarije voor? Niets. Krimpende bevolking, je hebt het allemaal uitgelegd, ja. Maar ja, hij heeft toch, vanuit zijn positie zou je kunnen zeggen, heeft hij het slim aangepakt. Zeker, dat is wel een factor van belang. Als Hongaren zou ik me op de borst kloppen. Ja. Moet je eens kijken, iedereen heeft het over dat klotenlandje waar wij wonen. Ja, ja.